Het kan nu officieel van start gaan, mijn nieuwe serie Rode Leeuwen! We hebben natuurlijk al een aflevering hiervoor gedaan, maar dat was meer een soort van introductieaflevering. Ik ging mijn team maken, ik ging even uitleggen wat we gingen doen. Vandaag gaan we beginnen voor het Echi en gaan we mijn eerste wedstrijden spelen. En gaan we eens kijken of ik spinpunten kan verdienen aan het rad. Dat zou toch wel heel nice zijn. Maar het is al eigenlijk al zeker dat we spinpunten hebben verdiend door al jullie likes. Want elke 1000 likes op de vorige video is 1 keer spinnen aan het rad. En we hebben op dit moment, nu ik dit opneem, 2800 likes gehad. Dus dat is echt ziek nice. Ik rond het dan gewoon af. Dus dat betekent dat we 3 keer zo meteen al meteen aan het rad mogen draaien. Dus hopelijk kunnen we wat upgrade punten verdienen. Zodat ik mijn teampje die ik nu heb wel wat kan verbeteren. Want op dit moment heb ik alleen nog mijn zilveren spelers. En dat moet natuurlijk beter worden. Maar hey, daar gaan we deze video achter komen. Maar voordat we verder gaan, vergeet ook niet dat duimpje omhoog achter te laten op deze video. Want dan mogen we de volgende aflevering ook weer extra spinnen aan het begin. En dat is gewoon super chill. En vergeet ook niet te abonneren. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. Maar eerst even wat anders. Deze video wordt gesponsord door GG22 Dreamhack Sports Festival. Ja, ik zeg het in één keer goed. Dit is het grootste sport- en gaming festival van heel Europa. En ik ben erbij, namelijk op 5 juni. En nu vragen jullie misschien af, nou, wat is er dan allemaal te doen op dit festival? Dat ga ik jullie even vertellen. Tijdens dit festival vinden de KPN E-divisie finales plaats. Maar je kan ook FIFA spelen tegen mij of andere e-sporters of andere influencers. Want er zijn ook nog veel meer andere influencers. Wil je nou weten welke influencers en welke e-sporters allemaal komen? Check dan even GG Dreamhack Sports, hun Instagram. Daar staat het allemaal op vermeld. En dat is nog niet eens het enige. Want je kan voetballen tegen de beste straatvoetballers. En dat kan je doen in een Panna Knockout toernooi. Dus dat is ook heel erg vet. Daarnaast zijn er nog veel meer andere games. Met allemaal hun eigen area. Zoals racing, ijshockey, golf en andere extreme sporten. Dus er is genoeg te doen voor iedereen. En voor meer informatie, check even de website. Linkje staat in de beschrijving. En volg GG Dreamhack Sports op Instagram, want dan blijf je op de hoogte als er iets aangekondigd wordt. Ja, ja, en dan komt nu het allermooiste. Want ik heb mijn eigen kortingscode, namelijk BOUS10. Dan kan je 10% korting krijgen op je tickets. Check het, linkje staat in de beschrijving. Dan ga je meteen naar de ticketpagina. En dan zie ik je misschien daar zo. Dat is misschien wel net zo leuk. Maar laten we verder gaan met de video. Ja, daar ben ik weer. Dan gaan we nu dus weer verder met deze aflevering. We gaan dus gewoon meteen eerst eventjes spinnen. En daarna gaan we ook nog wat comments voorlezen. Want er waren echt best wel wat comments zonder de vorige video. Maar oké, eerst het rad erbij pakken. En dan kunnen we weer gaan spinnen. Oh, dit heb ik eigenlijk zelf ook wel weer gemist hoor. Gewoon lekker spinnen aan een rad. En hopen dat je upgrade punten krijgt. We hebben dus nu momenteel 3 spinpunten. 0 upgrade punten. Dus dit kunnen mijn eerste upgrade punten worden. Maar dan gaan we achterkomen. Wat gaan we krijgen? We krijgen meteen jackpot. Haha, lekker hoor. 5 upgrade punten hebben we. Ik moet alles trouwens goed noteren. Zodat we natuurlijk niks gaan vergeten. Maar de upgrade punten die ik nu allemaal in deze aflevering verdien, die kunnen we dan misschien aan het eind gaan opmaken. Of ik wacht eventjes. En dan kunnen jullie in de comments achterlaten welke speler ik allemaal moet gaan upgraden. Ik denk trouwens sowieso dat ik mijn keeper en spits wil gaan upgraden. Maar laat me weten in de comments wat jullie denken wat goed is. Maar we mogen nog 2 keer spinnen. Dus ik ben benieuwd wat we nu gaan krijgen. En wat wordt het? Het wordt een pack. Dus we mogen zo meteen 1 pakketje openen. Dan zal ik dat ook even noteren. 1 pakketje staat genoteerd. Dan wordt dit de laatste spin. En dan ben ik benieuwd wat we tot slot nog gaan krijgen. Nee! Ja, dit is dan wel weer jammer. Dit is dan wel weer jammer. Ja, het scheelt dat we net jackpot hadden gekregen. Dus dan hebben we nu momenteel 4 upgrade punten. Maar nog steeds prima, nog steeds prima. We mogen een pakketje openen. We hebben wat upgrade punten verdiend. Dus ik vind het helemaal prima. Maar dan ga ik eerst wat comments erbij pakken voordat we een pack gaan openen. Hier, dit was bijvoorbeeld van Voetbalclips. Superleuke serie, dat zei hij. En hier Senna. Let's go, super veel zin in. En ik heb echt vet veel meer van dit soort comments. Jasper zei ook dit. Ja, nieuwe Ultimate Team serie. Ik heb er zo lang op gewacht. Ook leuk dat je België erbij betrekt. Vind ik ook leuk, want meestal zijn het alleen Nederlandse teams. Heb er zin in, Bouts Army. En ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie leuke comments, want er waren echt vet van dit soort comments. Ik heb er nu een aantal tussen uitgepakt, maar thanks daarvoor. En ik heb nu geen challenge gespind op het rad, maar mocht ik een challenge spinnen nog in deze aflevering, ga ik deze challenge doen van Bram. Challenge score een hattrick met Henk Veerman voor 5 upgrade punten. Op dit moment heb ik die challenge dus niet. Die moet ik eerst op het rad spinnen, maar mocht ik die nog spinnen, dan ga ik dus die challenge doen. Maar
Ja, ik vind het echt leuk. Ik heb er weer zin in. Maar we gaan eerst een pakketje openen. En voor degenen die nog niet de regels weten van deze serie, dan is het misschien even handig dat je de eerste aflevering gaat checken. Want dan weet je het gewoon meteen. We moeten even pakketjes openen. Dan gaan we natuurlijk naar de winkel. En ik heb hier nog wat pakketjes klaarstaan. Aangezien dit allemaal gouden spelers zijn, dacht ik, nou, dan is het wel leuk om een van deze pakketjes te openen. Dit is een goudspelerspakket. Dan krijg je gewoon 12 spelers, 1 zeldzaam. Maar ik ga deze gewoon openen. En als we dus een Nederlander of een Belg krijgen uit deze pack, mag ik die stoppen in mijn team. Dus ik hoop dat er een Nederlander of een Belg in zit. Zou wel heel nice zijn, helemaal als die zeldzame speler een Nederlander of Belg zou zijn geweest. We krijgen Ribéry. Was misschien 5 jaar geleden een ziek goede speler. Ondertussen toch wel iets minder. Maar hebben we een Nederlander of een Belg? Nee, dat is dan wel weer jammer. Ja, je moet natuurlijk wel een beetje mazzel hebben als je een Nederlander of Belg wil krijgen. Nou ja, misschien in de volgende pack. Maar ja, ik had nu maar 1 pack, dus dat zit er nu helaas niet meer in. Maar we mogen nu natuurlijk gaan spelen. En dat gaan we doen. En met een beetje mazzel, als we winnen, kunnen we natuurlijk spinpunten verdienen. Ik zal het tabel even in het scherm laten komen. Als we winnen, krijgen we 2 spinpunten. Gelijkspel is 1 spinpunt. Racequit is nog een extra spinpunt. En een hattrick is ook nog een extra spinpunt. Maar ja, we moeten eigenlijk gewoon winnen. Daar komt het op neer. En ik zit op dit moment in divisie 10. Ja, ik heb dit nog helemaal niet gespeeld. Dat is eigenlijk wel ernstig, hè, dat ik dit gewoon nog helemaal niet heb gespeeld. Maar ja, maakt ook niet zoveel uit. Ja, linkjes kan je niet echt verbeteren. Ik vind het prima. We gaan gewoon zo spelen. Ik ga trouwens wel even kijken welke been iedereen is. Dan weet ik een beetje met welke been ik moet schieten. Oké, iedereen in de aanval is rechtsbenig. Dat is wel handig om te weten voor het geval dat ik natuurlijk voor het goal kom te staan. Maar laten we nu maar gaan spelen in divisie 10. Ja, ik ben benieuwd of mijn tegenstander een beetje FIFA kan. Ik hoop het niet, want ik wil gewoon eigenlijk de eerste wedstrijd van deze serie gaan winnen. Oh, dit valt wel mee. Ja, dit is natuurlijk wel chillen, omdat ik nog in divisie 10 zit. Moet ik natuurlijk tegen allemaal spelers die net FIFA hebben gekocht waarschijnlijk. Dus dan is het wel chill dat je tegen dit soort tegenstanders moet. Oké, dit moet ik zelfs kunnen winnen met mijn zilveren team. Ook al heeft hij een paar gouden spelers. Hij heeft ook echt vet veel slechte bronzen spelers. Dus dit moet echt gewonnen worden. Zo zie je dat het stiekem een echte pro is. Maar daar ga ik niet van uit. Oké, nee, deze guy bakte volgens mij helemaal niks van. Die gaan we al eerste kans. En die ging net voorlangs. Oh, dat scheelde niet veel. Was trouwens met links, maar ik weet dat mijn rechts buiten spelen, dat hij met beide benen kan schieten. Dus dat is wel handig om natuurlijk ook rekening mee te houden. Maar het begin is in ieder geval prima. Oh, weggedraaid. Lekker. En deze moet erin. En die zit er ook in. Ja, nice. 1-0 binnen 10 minuten. Dat is toch eventjes een lekker begin. Nou, als dit niet goed komt, dan weet ik het ook niet meer. En we moeten eigenlijk proberen een hattrick te scoren. Dat zou helemaal nice zijn, want dan hebben we nog een extra spinpunt. Maar als we gewoon zorgen dat de race quit, zou ook al prima zijn. Want dat is ook een extra spinpunt. Nou, dan gaan we dan voor de volgende kans. Tikkie terug. En die bal die komt nog aan ook nog. Nou, dat is dan de 2-0. Ik had niet verwacht dat die nog zou aankomen. Maar dikke prima. Goed binnengeschoten. Dan, Hazard was dat. Dan staan we nu dus momenteel 2-0 voor. Nou, Veerman, die mag ook nog wel een goaltje meepakken. Oh, mooi afgekapt. En eigenlijk heel slecht binnengeschoten. Maar het is dat die keeper zo slecht is. Die was gewoon dwars door het binnengeschoten. Oh, hij skipt de bal. Nou, maakt niet uit. We staan nu momenteel 3-0 voor. Lekker hoor. Ja, de volgende kans, en die moet ook zitten. 4-0. Ah, dit is echt bizar. Dit is echt bizar. Dit slaat helemaal nergens op. Ik moet trouwens eigenlijk gaan bijhouden met wie ik allemaal score. Want ik ga natuurlijk ook proberen hattricks te scoren. Want als die niet gaat ragequitten, dan moeten we wel een hattrick hebben, zodat we wat extra spinpunten verdienen. Want anders zou het eigenlijk wel een beetje zonde zijn tegen zo'n slechte tegenstander. Nou, hier, de volgende kans. Gaat hij er ook in? En die gaat er ook in. Volgens mij had ik nu met deze guy 2 goals gescoord. Misschien kunnen we meerdere hattricks gaan scoren. Of heb ik nu met hem 1 keertje gescoord? Ik weet het niet meer. Ik ben de tel kwijt. Weet je wel? Oh nee, ik heb met hem al wel gescoord. We gaan eventjes kijken zo meteen met wie ik allemaal heb gescoord. We kunnen trouwens ook even op start drukken. Misschien stimuleer ik dan dat hij gaat ragequitten. 5-0 in 28 minuten. Ik heb denk ik nog nooit zo'n groot uitslag gehad. Dit kan trouwens mijn grootste online uitslag ooit worden als dit zo doorgaat. Oké, we hebben dus met overeen Veerman en Hazard gescoord. En met deze guy hebben we dus ook 2 keertje gescoord. Dus dat moeten we eventjes goed onthouden. Ja, oké, maar laten we verder gaan. Als we nu met die centraal van de middenvelder nog 1 keer scoren, dan hebben we een hattrick te pakken. Nou, Veerman, jij mag ook nog wel een keertje scoren. Dat is ook top, want als ik nu nog 1 keer score met Veerman hierna, dan heb ik vervolgens ook een hattrick te pakken. Dus we hebben nu 2 spelers die 2 keer hebben gescoord. We kunnen misschien dubbele hattrick maken. Dan krijgen we namelijk 2 spinpunten.
minuten extra als we met twee spelers een hat-trick weten te scoren. Nou, Veerman, afkappen, goed zo. En nu binnen schieten die bal. En oh, hoe krijgt hij die bal er niet in? Jongen, jongen, jongen. Oké, dan is het denk ik nu rust. Maar dat had hem eigenlijk al moeten zijn. Want dan hadden we gewoon de eerste hat-trick al te pakken voor rust. Ja, maar nu net niet. Maar we hebben waarschijnlijk een hele tweede helft daar nog de tijd voor. Omdat ik nu meer gefocust zit op een aantal spelers in plaats scoren met het hele team, dan score ik wel iets minder. Want ik wil nu echt die hat-trick maken. Dus ik ben nu eigenlijk alle ballen op Veerman aan het geven. En daardoor ga ik ze wel wat minder scoren. Maar maakt niet uit. We moeten eigenlijk gewoon puur denken aan die spinpunten die ik ga krijgen. Oh, Veerman. En oh, die kwam er nog net bij de keeper. Maar oh, dit is volgens mij ook een hat-trick. Ja, want dit is bij centraal van in de middenveld. En die kan die bal zo binnenschieten vanuit de rebound. Let's go. We hebben nu al eerst hat-trick te pakken. Als ik nog één keer met Veerman score, dan hebben we met twee verschillende spelers een hat-trick. Dus dat zijn twee extra spinpunten. Ja, dit is wel echt chill dat ik op deze manier gewoon de serie kan beginnen. Gewoon lekker makkelijke tegenstander, zodat we even snel wat punten kunnen verdienen. Zodat mijn team snel wat beter wordt. Want we gaan natuurlijk snel richting divisies hoger op deze manier als we zo blijven winnen. Oké, dit is helaas geen Veerman, maar misschien wel een goal. En ja hoor, dat is wel een goal, ja. Ik had ook geen zin om op Veerman te wachten. En ik wil eigenlijk ook 10-0 winnen. Dat zou ook heel nice zijn, want als ik 10-0 win, dan is het gewoon een lijpuitslag. Het is niet eens een extra spinpunt, maar het zou gewoon nice zijn. Maar we hebben nog steeds vet veel de tijd om nog één keer te scoren met Veerman. Nou, en hij pakt nog een rode kaart. Nou, dat maakt het niet moeilijker op. Jongen, jongen, dit wordt echt gewoon te makkelijk. Maar dat is niet erg. Hier, Veerman, tikkie. Oh, lol. Die gaat er alsnog in. Wat? Nou, prima. 9-0. Wat was dat? Een enorme blunder dan. Wie scoorde deze eigenlijk? Ja, ik ben de tel ondertussen weer kwijt wie twee keer hebben gescoord allemaal. Of deze telt volgens mij als eigen goal. Dus deze telt niet eens als goal voor mij. Het scoren met Veerman gaat nog niet echt lekker. Maar misschien dat het nu gaat lukken. Hier gewoon rustig dribbelen. Ah, ja. Die tegenstander maakt er helemaal niks van. 10-0 en de tweede hat-trick. Ik ga trouwens even op start drukken. Misschien dat hij gaat ragequitten. Maar dan ga ik gewoon eventjes kijken wie allemaal hebben gescoord. En dan ga ik even kijken of er nog een andere speler is die twee keer heeft gescoord. Want dat zou betekenen dat we misschien nog een hat-trick kunnen maken. Van Overheem heeft die twee keer gescoord. Nee. Oké, de rest heeft allemaal één keer gescoord. Dus nou, dan gaat het waarschijnlijk niet lukken om nog een hat-trick te scoren. Maar we staan gewoon 10-0 voor, dat is al ziek. Hier, de volgende kans van Overheem. Die had nog geen hat-trick, maar had wel één keertje gescoord. Dus als ik met hem toch nog één keer scoor, hebben we drie hat-tricks in één wedstrijd. Dat zou sowieso een record zijn voor mij. Maar volgens mij heb ik ook nog nooit met 11-0 of zo of 12-0 gewonnen in een online wedstrijd. Dus ik denk dat dat sowieso ook al een record is voor mij. Nou, en Hazard heb ik ook één keertje mee gescoord. Dus als ik daar nu ook nog mee scoor, wat ik nu niet doe, dan had ik bijna ook weer een hat-trick te pakken. Ja, maar net niet. Maar we hebben een herkant. Hier afkappen en dan nu gewoon rustig in de verre hoek. Mijn teamgenoot loopt in de weg, maar dat is de 12-0. Ja, oké. Dus we hebben nu twee spelers met nog twee goals. Dus we kunnen eventueel prima nog een hat-trick scoren. Oké, dit wordt waarschijnlijk de laatste kans op een derde hat-trick. Hazard, ik moet het met hem zelf doen. Ja, want ik kan met één andere speler scoren. Maar Hazard, daar wil ik mee scoren. Hij schiet hem net voorlangs. Ai. Dan denk ik dat de scheids nu gaat afluiten. Of we moeten nu heel snel de bal veroveren. Nee, oké. Het is uiteindelijk 12-0 geworden. We hebben twee hat-tricks gescoord. Geen derde. Nou, dat lukte net niet. Had ik net te weinig tijd voor. Maar prima. Wat een wedstrijd. Wat een heerlijk begin van deze serie. Gewoon meteen 12-0 winnen. Lekker. Dan kunnen we het rat erbij pakken. Want we hebben dus gewonnen. Dat zijn twee spinpunten. We hebben niet een ragequit veroorzaakt. Maar wel twee keer een hat-trick gescoord. Dus dat zijn ook nog twee spinpunten. Dus we hebben vier spinpunten in totaal verdiend. Dus dan pakken we het rat erbij. En dan gaan we lekker spinnen. Met een beetje mazzel krijgen we weer mooi wat upgrade punten. Dat we zo meteen misschien echt een lijpe upgrade kunnen doen. Maar daar gaan we achter komen. Spin nummertje 1. Waar beginnen we mee? 3 upgrade punten. Dat is prima. Dan hebben we nu de momenteel 7. Dat is lekker. Daar kunnen we al wat mee. Volgende spin. Wat gaan we nu krijgen? Min 1. Nou ja, dat is weer jammer. Dan hebben we er nu weer 6. Maar nog steeds in de plus. Wat gaan we nu krijgen? Iets anders. We krijgen een pack. Dus we mogen zo meteen weer één pakketje openen. Laatste spin. Wat krijgen we tot slot? Krijgen we nog iets goeds? We krijgen een challenge. Hey! Dus de volgende
aflevering. Nee, niet de volgende aflevering. De volgende wedstrijd telt de challenge. Score een hattrick met Veerman voor 5 upgrade punten. Dus als we nu nog een keer een hattrick scoren met Veerman, dan verdien ik 5 extra upgrade punten. Oh, dat is wel echt heel erg chill. Dus dat wordt de challenge voor de volgende wedstrijd. Ik had nu ook een hattrick. Maar ja, nu had ik deze challenge nog niet. Dus dat is wel een beetje jammer. Maar laten we eerst een pakketje openen. En dan gaan we snel door naar de volgende wedstrijd. Dan doen we dit pakketje. Dit is een pakket met 26 items, waarvan 3 zeldzaam. En dan heb je gegarandeerd best wel veel spelers. Dus hopelijk krijgen we een Nederlander of een Belg. De zeldzame speler is een Portugees. Oké, dat is dan wel weer jammer. Maar hey, maakt niet zo heel veel uit. Als er maar gewoon een Nederlander of een Belg achter zit, dan vind ik het al helemaal top. Ja, we hebben Leroy Ver. Dus ik mag Ver. Oh, en Verlaine. Die mag ik allebei gebruiken. We hebben twee spelers die mogen gebruiken. 1 Belg en 1 Nederlander. Alleen zijn ze allebei voor op het middenveld. En Verlaine is zo traag. Ver kan ik misschien nog wel gebruiken. Dus dat is wel chill. Ik sla ze even op in mijn club en dan ga ik ze even in mijn team stoppen. En trouwens, voor degene die zich afvragen, deze spelers zijn waarschijnlijk tussen de 500 en 1000 coins. Dus die upgrade van 500 coins tot 1000 coins hoef ik niet te doen. Dus dit scheelt gewoon 2 upgrade punten. Dus dat is wel heel chill. Dus deze Verlaine en Ver kan je in 1 keer upgraden naar een speler van tussen de 1000 en 5000 coins. Ja, hangt er natuurlijk wel een beetje vanaf hoeveel ze waard zijn. Dat kunnen we trouwens wel eventjes checken voor de zekerheid. Vergelijk prijs, dan kan je het zo zien namelijk. Ja, dit is inderdaad een speler die tussen de 500 en 1000 coins waard is. En ik weet ook dat Ver dat ook is. Daar hoeven we eigenlijk niet eens naar te kijken. Maar we gaan dus in mijn team neerzetten. Linkt hij dan nog een beetje? Oh, hij linkt gewoon met die verdediger. Oké, nice. Want we spelen allebei in de Turkse league. Oké, dus we kunnen Leroy Ver gewoon gebruiken. Verlaine die speelt in de Chinese league. Dus die kan ik niet gebruiken. En ik denk dat hij niet eens chiller is dan de speler die ik nu heb staan. Nee, want die is echt vet veel sneller. Ja, oké, we laten het wel zo. Verlaine ga ik niet gebruiken. Maar Ver kunnen we dus wel gewoon gebruiken. Maar laten we doorgaan. Wedstrijd nummertje 2. Let's go. En de upgrade punten bewaar ik. En die mogen jullie dus gaan opmaken. Dus laat weten in de comments welke speler ik moet gaan kopen met de upgrade punten die ik nu momenteel heb. Hopelijk krijgen we nog een keer zo'n slechte tegenstander. Oké, nou, dit is dan wel weer jammer. Het kan ook bijna niet dat we 2 keer achter elkaar zo'n slechte tegenstander zouden treffen. Hij heeft trouwens qua teamgeest, nou, hij heeft wel onder teamgeest, maar hier en daar heeft hij spelers om niet helemaal de juiste positie staan. Maar we zien het wel. Hopelijk kan het alsnog goed komen. Als hij voor gemeente FIFA kan spelen, kunnen we dit misschien alsnog winnen. En wat is dit nou weer? Die shirts zijn allebei rood. Jongen, jongen, jongen. Dat is zo irritant. Dit is gewoon niet te onderscheiden bijna. Oké, we beginnen ook meteen shit, want hij rent er meteen door. En dit komt nog maar net goed. Sterker nog, hier gaan we al, hier gaan we al. En we hebben trouwens een challenge natuurlijk. Een hattrick met Veerman. En dit is een eerste. Nog 2 keer scoren met Veerman en dan kan het toch nog goed komen. Maar dit valt wel mee. We komen gewoon meteen in de derde minuut 1-0 voor. Nog 2 keer de scoren met Veerman en dan hebben we gewoon de hattrick te pakken. Dan hebben we 5 extra upgrade punten. Dat is echt best wel veel. Dan doen we gewoon precies hetzelfde nog een keertje. Hier afkappen. Oh nee, Veerman komt vrij. Oh, als die bal was aangekomen hadden we al 2-0 voor gestaan. Oké, of wat doet die keeper? Veerman, ja! 6 minuten gespeeld, we staan al 2-0 voor. En gewoon 2 keer Henk Veerman. Henk Veerman is beast! Wat een speler, jongen. Oh, dit is wel heel erg nice. Oké, we moeten eventjes door gaan strijden. Want nog 1 goal en dan hebben we gewoon die 5 extra upgrade punten te pakken. Oh, shit. Oké, maar ik moet natuurlijk wel uitkijken. Want zijn spelers zijn gigantisch veel sneller dan mijn spelers. Oh, maar dit gaat nog net goed. Hij had daar gewoon moeten schieten. Maar prima, prima, prima. Nou, Veerman, laat je skills zien. Hier, tricks, jongen. Nee, Veerman is niet heel goed, maar in dribbelen, maar hij kan niet wel schieten. En wat een goal! Dat is gewoon de hattrick. Wat een wereldgoal. Oh, jammer dat hij hem skipt. Oh, die zat er echt heerlijk in. We hebben een hattrick te pakken in nog geen 18 minuten tijd. Dus die 5 upgrade punten zijn voor mij. Ja, en ik moet dus ondertussen echt beter leren verdedigen. Want dit was echt heel slecht. Het is dat mijn tegenstander ook zo slecht is dat hij dit niet afmaakt. Maar oh, daar had hij bijna kunnen scoren. Maar dit is wel even heel erg lekker. Nou, Veerman, we gaan gewoon voor een dubbele hattrick. Alles met Henk Veerman. Dat is een penalty. En dat is ook een rode kaart. Dat moet een rode kaart zijn.
zijn. Ja, inderdaad, er komt een rode kaart bij. Ik wil deze penalty trouwens nemen met Veerman. We gaan alles scoren met Veerman. Ja, Veerman, schiet er maar in, jongen. Hier, deze hoek. Oké, ja, zo. Dit is prima en lekker hoor. Oké, top 4-0. Nog 2 goals met Veerman en we hebben gewoon een dubbele hat-trick te pakken. Oh, dat is wel ziek hoor. Ja, daar gaat Henk alweer. Henk. Hoppa, 5-0. Hij drukt op start. Zo, die gaan race kutten. Oh, dan kan ik net niet een dubbele hat-trick scoren. Maar Henk Veerman is on fire. Henk Veerman is mijn spits. Gaat hij race kutten? Ja, hij race kutten. Oké, dat is wel een extra spinpunt. Omdat hij is race kutten. En we hebben een hat-trick gescoord. Dus dat is ook een extra spinpunt. En we hebben gewonnen. Dat zijn ook 2 spinpunten. Dus al met al hebben we toch weer 4 spinpunten verdiend. Dus dat is heel lekker. En we hebben de challenge gehad. Dus we hebben nu sowieso 11 upgrade punten. Dus dat is nice. We hadden er net 6, 5 erbij. Dan zitten we op 11. Maar we mogen ook nog 4 keer spinnen. Dus we kunnen nog meer upgrade punten verdienen. Oh, wat een begin van deze aflevering. Of van deze serie is dit. Maar eens kijken wat we gaan krijgen. Hopelijk is het eventjes iets goed. We beginnen met 1 upgrade. We mogen 1 gratis upgrade doen. Dus 1 speler mogen we gegarandeerd upgraden. Die ga ik zo meteen wel even upgraden. Dus dan ga ik zo meteen even kijken wie dat gaat worden. Volgende spin. Wat gaan we nu krijgen? Weer eventjes iets goed. 3 upgrade punten. Prima. Dan zitten we nu op 14 upgrade punten. Nog 2 spinpunten. Volgende, we krijgen 2 packs. Oh, lekker. Dat is ook altijd fijn. 2 packs. En dan mogen we nog 1 keertje spinnen. Dit is de laatste. En wat krijgen we tot slot? Ah, iets minder goed. Min 1. Dan hebben we nu 13 upgrade punten. Ah, het kan ook niet allemaal mee zitten, hè. Maar we gaan eerst maar even 2 packs openen. En daarna gaan we even kijken welke speler ik ga upgraden. We hebben hier nog een pack staan met 2 gouden spelers. Waarvan 1 zeldzaam is. En dan kan je maximaal 83 rated krijgen. Maar als we 83 rated Belgen of Nederlander krijgen. Zou dat heel erg nice zijn. Het is een Portugese speler. Oké, dat is wel wel jammer. Maar we kunnen hierna nog een pakketje openen. We krijgen nu trouwens Rafa. Wat op zich wel een prima speler is. Maar geen Nederlander of een Belg. Dan gaan we nu gewoon even een pakketje kopen voor coins. Welke packs zijn er allemaal? Ik tel als pakketje 7500. We kunnen trouwens preview bekijken. En dit is eigenlijk veel handiger. Dan kan je 1 preview pack doen. Als er een Nederlander of een Belg erin zit, dan koop ik hem. Want dan mag ik die speler gebruiken. Als er geen Nederlander of Belg in zit, dan hoef ik hem niet eens te kopen. Want dan krijgen we toch geen spelers. Dat is eigenlijk wel een goed idee voor deze serie. Want dan hoef je niet de hele tijd geld of FIFA-punten uit te geven voor je packs. Kijk, nu zit er geen Nederlander of Belg in, dus nu hoef ik hem niet te kopen. Ideaal. Oké, dus dat helaas niet. Maar we kunnen wel een speler upgraden. Dus ik ga eens kijken in mijn team welke speler ik vind dat die vervangen moet gaan worden. Mijn aanval ben ik helemaal tevreden mee. Henk Veerman moet er natuurlijk in blijven. Van Bergen ook enorm chill. Die is ook echt ziek. Hij heeft ook al gewoon 2... Oh nee, hij heeft 1 assist. Dat valt wel mee. Maar Henk Veerman, hoeveel goals heeft hij al gemaakt? Hij heeft 8 goals gemaakt. In 2 wedstrijden tijd, bro. Hazard, die heeft 2 goals gemaakt. Ja, dit is echt bizar. Maar ik denk dat ik mijn keeper ga upgraden. Zou dat handig zijn? Want mijn verdediging ben ik op zich wel redelijk tevreden mee. Of misschien mijn rechtsachter. Die zou misschien ook wel beter kunnen. Oké, we doen eerst mijn rechtsachter. Ten Avers, dan moeten we even kijken naar een Nederlander rechtsachter tussen de 500 en 1000 coins. Want dat kost, zeg maar, dat is de upgrade. Want deze speler is tussen de 0 en 500. En de volgende is natuurlijk tussen de 500 en 1000 coins. En deze mag ik gratis doen omdat ik die aan het rad heb gespind. Maar we gaan eens kijken op de transfermarkt. Rechtsachter tussen de 500 en 1000 coins. Ja, misschien moet ik dan een gouden kaart selecteren. Oh, hier. Geertruida. Dat is op zich wel een prima speler. Die is inderdaad een stuk beter dan de speler die ik nu heb staan. Zijn er nog meer gouden? Dat gaan we eventjes checken. Gewone gouden zeldzaam. Dat niet. Maar gewone gouden. Ik denk dat ik maar 1 keuze heb. Ja, inderdaad. Oké, nou dan gaan we deze guy kopen. 900 coins. Helemaal prima. Dit is op zich wel een redelijk upgrade. Hij is snel, redelijk goed in verdedigen. Dikke prima. Beter dan de speler die ik nu heb staan. Dus ik vind dit wel een upgrade die ik het waard vind. 100%. Dus dan mag jij naar mijn club, jongen. En dan hebben we een nieuwe rechtsachter nodig.
Even kijken. Ja, hier is hij. Geertruida. Top. Dumfries, daar kunnen we natuurlijk in de toekomst voor gaan sparen. Maar dit is vrij nice. Dan hebben we nu een redelijk goede verdediging. Keeper is misschien de volgende die geupgrade moet worden. Maar we hebben nu momenteel 13 upgrade punten. Laat weten in de comments wat ik daarmee moet gaan doen. Welke speler moet geupgrade worden volgens jullie? Laat het dus weten. En met 13 upgrade punten kunnen we best wel een paar dikke upgrades doen. Dan kan je spelen wel kopen tussen de 5000 en 10.000 coins. Maar laat maar weten. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. En dan heb ik tot slot nog mijn ding te zeggen. Dat is natuurlijk, ik zie jullie later, bazen. Jij vond deze video leuk, hè? Ik heb je wel door. Want ja, anders heb je ook niet gekeken tot het einde van deze video. Maar hey, dan heb ik nog een andere leuke video voor jou. Die staat namelijk hier. Daar kan je op drukken. En dan kan je nog een leuke video van mij kijken. En druk natuurlijk op het knopje hier. Dan kan je abonneren. En blijf je op de hoogte van al mijn video's. En voor Bouws uit mijn kleding, check natuurlijk Bouws.nl. Hartstikke mooie kleding.